Ja, Mooi, hè? Ja, en het is echt... niet vanzelfsprekend dat ze deze medaille haalde, want ze had, zes jaar geleden kreeg ze nog een hartinfarct. Ja, en um, dat was ook de reden dat ze, dat ze niet reed in, in Rio. Daar was ze wel, dus de Spelen in Rio. Um, is zich super teruggeknokt. Uh, en uh, ik, ik, ik ken haar niet heel erg goed, maar wat ik van haar ken is dat ze altijd heel serieus is. En um, nou, ze, ze, ze was altijd een beetje samen met, met Edis Lichley, de, de uitredend uh, Olympisch kampioen. Um, Elise was echt het, het, die bulkte van het talent. Mm. En uh, Shannon is gewoon echt zo'n harde werker. Dat straalde ze ook uit. Dat zegt haar vriend ook, Jeffrey Hoogland, in een interview. Ze werkt soms harder dan dat ik doe. En uh, ja, als je dat dan kan, ja, eigenlijk uh, af kan maken met de gouden medaille op de spelen, is zo zo ontzettend tof. Ja. Dan moet je toch even iets meer uitleggen over dat hele onderdeel, want ja. nou ja, wij hebben dus echt een heel college gehad van de redacteur die dit heeft voorbereid. <laughs> Kijk ja. dus, en dat is dus de, de bedoeling dat je hier, nou ja, leg, ja, jij kan het beter uitleggen. Nou dan ja, dan ja de, de starten, ze starten op een rij. En uh, dan worden ze vastgehouden. Dan komt er een dernie. Een dernie maakt normaal geluid, maar deze maar dat is is de man voorop. Ja, die man voorop. En, um, dus, dus de rensers worden, worden weg, weggeduwd door, door hun vasthouden. Die sluiten aan. Dan mag je ook de eerste 2,5 ronde niet voorbij de dernie. Dus achter die man moet je blijven. Die trekt uh, eigenlijk de snelheid geleidelijk op naar ongeveer 50 km per uur. Uh, dan is er nog drie ronden te rijden. Dan stuurt hij uit de baan en dan gaan ze los en dan is het tactisch uh, ja wat je gaat doen en dan moet je proberen als eerste uh, over de streep te komen. En wat is het...